Er ligt een warmteplan van de gemeente Nijmegen met als doel in 2045 een klimaatneutrale gemeente worden. Er is dan behoorlijk wat werk aan de winkel, volgens Paul Buys, initiatiefnemer van de organisatie Duurzaam Hees. En er gaat om 80.000 woningen, dan heb je wat te doen, 44 wijken. De gemeente gaat ze dus ook niet allemaal tegelijkertijd aanpakken. Ze beginnen met een aantal zogeheten pilotwijken. Bij het kiezen van de pilotwijken speelden woningcorporaties een grote rol, zo legt Buys uit. De woningbouwcorporaties zijn eigenlijk een belangrijke drager voor die transitie. Want die hebben huurders en die kunnen samen met die huurders in het kader van regulier onderhoud en in extra investeringen voor minder energielasten voor die huurders, kunnen ze heel wat doen. En 30%, 35% van de woningvoorraad zit bij woningbouwcorporaties. En die keuze van die drie wijken komt daar ook wat voor. De gemeente heeft gekeken, in Dukenburg zit een bepaalde grote, ik weet niet welke, woningbouwcorporatie, Hengsdalen de tweede en in Botterdaal de derde. Dus je pakt die drie woningbouwcorporaties, dus die drie wijken lagen voor de hand. Maar volgens Paul is de selectie toch verkeerd gekozen. Want niet alleen Hees zit er niet bij, maar Wolfskuil is ook niet gekozen. Die wijken die gekozen zijn, zit bijvoorbeeld Wolfskuil niet in. En Wolfskuil is bezig met een decentraal warmtenet. Ik denk, nou, als één wijk al wat stappen gaat zetten met bewoners, en dat is wat ingewikkelder als zonnepanelen en zonneborders enzovoort. Dus dat is, lijkt mij, als ik gemeente was, dan zou ik zeggen, Wolfskuil komt ook in de top 10. En we hopen als Hees daar ook bij te komen. Hees wil dus ook graag bij de pilotwijken horen. We kijken met jaloersheid naar die pilotwijken. Er gaat heel veel budget heen en er zijn prachtige programma's. En dat kunnen wij als amateurs nu niet organiseren. Maar zoals het er nu naar uitziet, duurt het nog wel heel even voordat Hees aan de beurt is. En bij ons is het zo, wij komen in 2030 nog niet eens aan de beurt. Want in 2030 nog niet eens kunnen starten. Paul ziet het rampenscenario al voor zich. Want wij willen ook meedoen met die transitie. En dat we niet aan het eind meedoen en dat alle subsidiepotjes op zijn of zoiets. Ja. Ik bedoel, dat soort rampscenario's willen niet meemaken. Nee. Dus Hees gaat de komende tijd maar alvast zelf aan de slag met wat pilotacties. In de hoop dat de gemeente Nijmegen Hees nog wel tegemoet komt. Het is een lange weg. Ik zie het ook positief in. Maar om het zo uit te zeggen, als de gemeente... Wij willen een gemeente bewegen, maar de gemeente moet ook naar ons bewegen. Willen we elkaar in het midden vinden om gezamenlijk die klus te klaren. Want als je alleen maar de woningbouwcorporaties en de Nuon, de Enzi voorrang geeft en de bewoners als laatste nog eens inschakelt, ja, dan loopt het mis, vrees ik.